Magnetische eigenschappen van de materie. In het vorige filmpje hebben we gezien dat een spoel, de magnetische inductie daarvan, kan veranderd worden door daar een voorwerp in te stoppen, zodat we een relatieve permeabiliteit hadden die ervoor zorgde dat het magnetisch veld veranderde. We gaan dat eens heel even beter bekijken. We kunnen zo de stoffen die we hebben onderscheiden in drie soorten. En de eerste soort zijn diamagnetische stoffen. Als ik hier dus mijn spoel heb, van het vorige filmpje, stop ik daar dus een kern in. En wat gaat die kern doen, of de stof doen? Een magnetisch veld opwekken in de tegengestelde richting. Dus die gaat eigenlijk het opgewekte magnetische veld tegenwerken. Niet zo sterk dat het helemaal veel verdwijnt, maar dus de atomen die binnen in dat materiaal zitten, die gaan kleine magnetische veldjes oppikken die eigenlijk tegenwerken het veld dat aanwezig is. Dus die gaan het veld zwakker maken dan normaal dat we gaan oppikken. Dus die hebben een μr, of relatieve permeabiliteit, die zwakker is dan 1. Ja, want ze maken ons veld eigenlijk kleiner. Die stoffen die induceren dus een magnetisch veld tegengesteld aan het opgelegde veld. Voorbeelden van stoffen zijn bismut, antimoon, koper, kwik, goud, water, hout bijvoorbeeld. Dus hier zijn een aantal heel goede geleiders tussen. Koper en goud zijn heel goede geleiders, maar dat zijn geen goede stoffen om ons magnetische veld te versterken. Daarnaast hebben we paramagnetische stoffen. Die doen het tegenstelde. Als ik daar stof in breng, die gaan eigenlijk het magnetisch veld een beetje versterken. En het veld wordt sterker, dus die hebben een relatieve permeabiliteit die groter is dan 1. Die stoffen induceren een magnetisch veld in de richting van het opgelegde veld. Het geïnduceerde veld verdwijnt wel zodra dat het opgelegd veld, het veld dat wij creëren met onze spoel, als we afzetten, dan verdwijnt dat veld ook direct in die stoffen. Mangaan, molybdeen, lithium, tantalum en zuurstof zijn allemaal stoffen, zijn stoffen die allemaal zorgen voor een versterking van dat veld. En tenslotte zijn er de ferromagnetische stoffen. Dat zijn stoffen die permanente magneten kunnen vormen. En dat zijn dus specifieke legeringen van ijzer, nikkel en kobalt. Hoe dat gebeurt, dat gaan we nog later in een filmpje zien. Maar dus als je een juiste legering hebt van die drie stoffen, of een combinatie van die stoffen, onder de juiste omstandigheden, heb je dus een permanente magneet. Dus dat zijn natuurlijk stoffen die heel goed zijn voor het magnetisch veld. Het zijn ook stoffen die aangetrokken worden door magneten, zoals dus de reeds genoemde ijzer, nikkel, kobalt. In de niet juiste combinatie of in de niet juiste omstandigheden verdwijnt dat magnetisch veld na een tijdje, soms na een aantal seconden, soms iets langer. Onder de juiste condities dus, als we de juiste legeringen hebben, blijft dat langer bestaan. Maar in ieder geval, wat deze stoffen hebben, is een μr die veel groter is dan 1. Met honderden of duizenden snoots vergroten die dus het magnetische veld. Dat was het voor deze.